Je ontbrak woensdagavond, je was niet helemaal fit. Ben je ook zo geschrokken toen je als toeschouwer in de Adelaarshorst aanwezig was? Ja, zeker van het resultaat, denk ik. Daar ben ik wel zeker van. Maar als ik de eerste helft keek, behalve het doelpunt voor Kohet, hebben we niet eens zo slecht gespeeld. Maar, vind je dat nou echt? Ja, ik vond de eerste helft, de eerste 20, 25 minuten, vond ik het niet slecht hoor. Ik weet niet, ik denk dat meerdere mensen dat zullen zeggen, maar ja, als je de resultaat ziet is het gewoon... En de tweede helft was natuurlijk niet goed, maar ja, kunnen niet tevreden zijn over verliezen bij Go Ahead, met alle respect naar Go Ahead. Als je het gewoon even puur zakelijk analyseert, ja. Waar gaat het dan mis volgens jou? Waar gaat het mis? Je krijgt al heel vroeg een goal tegen. Ja, en dan is het gewoon, dat is voor hun dan gewoon een beetje tegenhouden. En de eerste helft hebben we ook heel weinig gecreëerd. En ja, zoals eerdere wedstrijden denk ik de kansen niet benutten. Nu sprak ik zondag, na die goede wedstrijd tegen Ajax, Jean-Paul Boeys. Die zei, thuis tegen Ajax kunnen we dit opbrengen. Toen zei ik, ja, kun je het ook op andere manieren brengen. Als je in Deventer speelt op woensdagavond, is dat mentale besef, die mentale hardheid, ontbreekt die in deze groep? Ontbreekt in deze groep. Het zijn jonge jongens en ja, dan kan het nog af en toe wisselvallig zijn. Maar ik denk dat we gewoon, elke wedstrijd, wat ik ook al eerder zei, een wedstrijd tegen tegen Ajax of iemand anders is, dat je het gewoon moet kunnen opbrengen. En ja, ik denk dat we heel snel volwassen moeten worden en elke wedstrijd vol gas geven. Want met 80% gaan we niet veel wedstrijden winnen, denk ik. Ik denk dat iedereen 100% moet zijn. En wat ik net ook zei, gewoon wat harder en wat harder voor elkaar werken. Maar daar raak je wel de kern volgens mij van een behoorlijk probleem. Als dat er niet is, dat besef, om voor elkaar door het vuur te gaan op een woensdagavond in Deventer, heb je als ploeg qua resultaten een probleem, denk ik. Ja, als je niet 100% gaat in een wedstrijd, dan heb je best kans dat je wedstrijden gaat verliezen. En dat moeten we ons heel snel gaan realiseren. En we moeten ook heel snel gaan weten waarvoor we doen. En Het kan niet meer langer zo en we moeten gewoon punten pakken en dat weet iedereen nu. En ik denk dat we heel veel hebben gepraat nu en het wordt nu tijd dat we wat laten zien op het veld. En daar zijn wij voor. Is er een echt groepsgesprek geweest ook de afgelopen dagen? Nee, niet groepsgesprekken, maar ik denk dat we elkaar wel de waarheid hebben verteld en dat hoort in deze situaties. En wat ik net ook zei, het is allemaal, we kunnen er allemaal zo lang over praten en zo, maar de waarheid ligt op het veld en het is nu aan ons. En we hoeven ook geen excuses meer te maken naar andere mensen toe of iets. Ik denk dat wij als spelers dat wij verantwoordelijk zijn voor wat op het veld gebeurt. En ja, daar moeten we grote mannen in worden. Is dat ook een boodschap die je trainer Fred Rutte heeft meegegeven? Beste trainer, wij zijn verantwoordelijk. Ja, maar ik denk dat iedereen dat met mij eens kan zijn, denk ik. Dat wij als spelersgroep verantwoordelijk zijn. En wat ik net ook zei, met alle respect naar Go Ahead toe. Maar je moet gewoon dat soort wedstrijden moet je gewoon winnen. Vooral een beker, je kan zo in de finale staan. En dan is het een beetje kloten dat het nu al voorbij is. Doodzonde inderdaad. Jij kent Rutte beter dan wij. Je werkt met hem, werkte eerder bij een andere club met hem. Is het een trainer die anders gaat doen als het tegen zit? Nee, vind ik niet. Ik denk dat hij van mij een prima indruk maakt. Dat hij zelfs nog wat meer ervaring heeft dan mijn tijd bij Twente. Maar veel mensen zullen nu denken dat ik zo aan het praten ben omdat ik hem goed ken. Maar nee, ik vind hem gewoon een goede indruk maken. En ik denk dat hij deze jonge groep wat we hebben, dat hij ze veel beter gaat maken. En ik heb er wel vertrouwen in. De vraag is of de tijd daarvoor is, hè? Want je zult ook te beginnen morgenavond punten moeten gaan pakken. Ja, dat is wat ik net zei. We kunnen wel even lang gaan praten, maar wij zijn verantwoordelijk en wij moeten morgen gewoon er staan. En ik denk dat wij zo'n wedstrijd als tegen Ajax gewoon... zo'n wedstrijd moeten wij morgen tekeer gaan. En wat ik net ook zei, we moeten heel snel mannen gaan worden.